Oké, dames en heren, de afsluiter van Swan Pop 2011. En bent u met mij eens dat dit een vervolg moet krijgen? Ja! Dat dacht ik ook. En daarmee zit meteen uw waardering voor die mensen die allemaal onder de 20 jaar zijn. En die vanavond meer dan 300 mensen hier binnen hadden in theaterzaal Swanla. En waarvan de opbrengst van de kaartverkoop, een deel van de drankverkoop en de loterij allemaal gaat naar het instand houden van de theaterzaal van Swanla. En die afsluiter van vanavond, die zag ik zelf voor het eerst op Snoet 2010, de laatste aflevering, 2011, dit jaar. Snoet, daar stonden ze voor het eerst en ik vond het een verfrissend, leuk, vrolijk en gaaf beentje. En dan gaat u zo meteen horen dat het dat ook is. Ze komen voor een deel uit Zevenhuizen, voor een deel uit Capelle. Ze bestaan uit Timo Meester achter de drums, hè, onze eigen Zevenhuizen, ze Timo. Marit de Koning hier, Thijs Bal en Cornelis Bouter. En net nieuw bij de band, Farid Sama. En samen zijn zij de afsluiter van Swan Pop 2011. Samen zijn zij Garden Cherry!